In de middag laten we ons per comfortabele arrestleven voeren. Alvorens het echter zover is, starten we met een glaasje om ons te beschermen tegen de winterkou. Goed ingepakt laten we ons vervolgens vervoeren door de arreslee met veel rinkelende bellen en gezang. Het is een prachtige tocht over de besneeuwde paden tussen de naaldbomen. Een ieder geniet zichtbaar. Na een tocht van ongeveer 60 minuten komen we bij een sfeervol restaurant waar deelnemers en begeleiders zich heerlijk laten verwennen door vele lekkernijen uit de Oostenrijkse keuken. Voldaan beginnen we vervolgens aan de terugweg. De een wil graag recreatief skiën, de ander fanatiek. Bij de stichting SSO is vrijwel alles mogelijk. Zelfs als er een beroep moet worden gedaan op de inzet van een sneeuwscooter, waarmee enkele skideelnemers naar hogere regionen worden vervoerd. Om van hieruit een afdaling van 20 minuten non-stop te kunnen maken, is voor de gehandicapten een belevenis op zich. Na een week van skiën, wandelen, langlaufen, plezier en gezelligheid is het weer tijd voor de terugreis naar Holland. Zo genieten jaarlijks zo'n 80 tot 100 gehandicapten van één week wintersport georganiseerd door de SSO. Heb jij een handicap en ben je geïnteresseerd? Surf dan naar www.samenontspannen.nl.